Nederland kent heel wat kringloopwinkels en zo nu en dan worden er hele bijzondere. Nou, dan ga je goed kijken en dan zie je gewoon dat er twee originele wel nieuwe vuurwapens zijn. Maar ook hele zeldzame vondsten gedaan. Dus dit is een antiek Arita Japan bordje. Bij de kringloop vandaan. Voor een euro. Voor een euro. Ik zou voorzichtig zeggen dat het bordje een waarde heeft van 4000 euro. 4000 euro. Dat wil ik ook wel. En daarom ga ik in deze video met een budget van 100 euro en een volle tank van mijn auto naar kringloopwinkels door heel Nederland. En we beginnen bij de kringloopwinkel in Bloemendaal. Dit is de kringloop in de allerduurste gemeente van Nederland. En hier hoop ik een bijzondere vondst te vinden, zodat ik rijk kan worden. En oh ja, dit is Bram en hij helpt mij deze video weer mee. Maar al snel kwamen we erachter dat we in deze kringloopwinkel niet rijk gaan worden. Want elk artikel is individueel geprijsd en alles is gesorteerd. Dit is het niet echt, hè? Ik denk niet dat dit het wordt, nee. Alles is duur. En ook op Google Reviews zien we dat heel veel mensen deze kringloop veel te duur vinden. En het enige wat ik buiten mijn budget heb gekocht is deze cd voor in de auto. Want we zijn onderweg naar het noorden van het land. Nu zijn we in de kringloop in de armste gemeente van Nederland. En na het checken van de reviews moet dit wel een succes worden. En het begint goed, want deze kringloop biedt zelfs dingen gratis aan. En dan ineens zien we een spelletje liggen die onder studenten vaak wordt gespeeld. Dat zie ik al zitten. En hij kost ook maar 1,95 euro. Onze tactiek is om gelijk op Marktplaats op te zoeken voor hoeveel we hem eventueel kunnen verkopen. Want later in de video gaan we alle items die we hebben gekocht verkopen. Even later kom ik een camera tegen. Ja, er zit van alles bij. Er zit een extra lens bij en dat is 10 euro niet duur. We vonden ook nog een Planet Earth DVD-box voor 3 euro. En toen we deze drie producten wilden afrekenen, bleek het spelletje ook nog eens gratis te zijn. Oh, gratis? Ja. Deze kringloop was wel echt beter. Ja, dat was top. In deze kringloop hebben we 3 dingen gekocht. Een spelletje, die was gratis. Een camera voor 10 euro. En een Planet Earth DVD-box voor 3 euro. En van Oude Pekela gaan we door naar de volgende. We zijn in Emmen. Deze kringloopwinkel is ook heel erg groot. En na wat rondgezocht te hebben, kwamen we erachter dat hier de prijzen ook weer heel duur zijn. Ik heb nu 750 voor gevraagd. Ook zijn alle items die in de winkel liggen al helemaal uitgezocht. En staat overal een prijskaartje op. Dit maakt het voor ons heel lastig om iets goeds te vinden. En we zijn niet de enige met hetzelfde plan. Concurrentie. We zagen iemand zitten die ook prijzen aan het uitzoeken was. En ik besloot hem wat te vragen. Wat kunt u precies aan het doen? Ja. Kopen en verkopen. Oké, verdient u daar wat mee? Een klein beetje. Maar wel leuk. Ja. En wil jij nou ook handelen in bijvoorbeeld aandelen? Dan kan dat bij Trade Republic. Oftewel, de sponsor van deze video. Ja, Trade Republic is het grootste platform voor periodiek beleggen in Europa. En ik ben sinds kort ook geswitcht naar Trade Republic voor het beleggen in losse aandelen en ETF's. Dus ik ben heel erg blij dat ze deze video willen sponsoren. Ikzelf doe dat beleggen voornamelijk periodiek. En dat betekent dat ik automatisch via de Trade Republic app een x-bedrag investeer in bepaalde aandelen en ETF's. Nou, waarom ben ik precies geswitcht naar Trade Republic? Dat zal ik jullie even uitleggen. Nummer 1. Het is goedkoop. Je betaalt namelijk maar 1 euro per trade en periodiek beleggen is volledig gratis. Daarnaast krijg je maar liefst 4% rente op je ongeïnvesteerde saldo en dat wordt elke maand uitbetaald. En ja, dat is dus al een stukje hoger dan de 1,5% spaarrente die je bij de banken krijgt. En Trade Republic heeft deze maand een volledige bankvergunning van de ECB gekregen. Wil je dat nou ook of wil je gewoon even de Trade Republic app uitchecken? Dan kan dat. Scan dan deze QR-code of ga naar deze link. En die link die staat uit ook in de beschrijving. Na weer wat doorgezocht te hebben, kwamen we dit pingpongsetje tegen voor maar 1 euro. En omdat alles al helemaal is uitgezocht, besloten we om te vragen of we achter de schermen mochten kijken. Hier staan alle spullen die nog niet gesorteerd zijn en daarom verwachten we hier wel iets te vinden. Al snel zagen we ergens in een hoekje deze Nintendo 64 staan. Dit ziet er wel goed uit. Hoe duur is die dan? Hij was nog niet geprijsd, maar ze besloten hem voor 50 euro te verkopen. En 50 euro is best een groot deel van mijn budget, dus ik twijfel of ik deze ook moet kopen. Maar na nog even een goede inspectie, besloten we dan toch om de gok te nemen en de spelcomputer te kopen. Dan willen we deze wel kopen.
Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En werk ze. Ja, dank je. We besloten het hierbij te laten en dat betekent dat we een pingpongbedje van 1 euro rijker zijn en een Nintendo 64 van 50 euro. Dan gaan we snel door naar de kringloopwinkel in Steenwijk. En hier viel ons gelijk op dat er heel veel kinderspeelgoed werd verkocht. En dat kan heel goed nieuws zijn, want ook deze Action Man kan heel veel geld waard zijn. Zo zijn er namelijk actiefiguren die tot $302.000 waard zijn. We besloten daarom gelijk de prijzen op te zoeken. En ineens zagen we dit speelgoed. Pakket. Maar dit is niet Lego, hè? Wat is dit dan? Oh, Leepin. Leepin. Wat? Leepin? Wacht, ik ga het googlen. Oh, Leepin is het Chinese alternatief voor Lego. Deze set ziet er helemaal compleet uit en op het internet kost de volledige set $58. Deze kost €3,50. Ja, €3,50 durf ik ook wel aan, hoor. Dan nog even snel kijken of ik hier ook een mooi bordje van €4000 op de kop kan tikken. Maar al snel werd ik teleurgesteld, want... Ja, dit is niet echt. En daarom besloten we af te rekenen. En dus is het Leepin-setje van €3,50 ons zesde product die we hebben gekocht. Dat betekent dat we dus nog €32,50 over hebben. En met dat geld zijn we onderweg naar Drachten voor de laatste twee kringloopwinkels. Dit is de volgende kringloopwinkel in Drachten. En ook hier kwamen we er weer achter dat je best wel veel kennis moet hebben van bepaalde producten. Want deze kringloop verkoopt ook heel veel losse spullen. En ja, ik heb echt geen idee waar ik nu precies naar kijk. Dit is gebroken. Oké, deze kringloop had niet echt heel veel goede spullen. Maar gelukkig zit er tegenover ons nog één. En we moeten een beetje snel zijn, want hij gaat bijna dicht. Nou, gelukkig is het maar 3000 vierkante meter. Deze kringloop is ook heel erg groot en toen we net aan het rondzoeken waren, gebeurde er ineens dit. Ja, komt-ie maar, laatste klap betaalt 10 euro extra. We besloten om de medewerker van deze kringloop te vragen wat we kunnen kopen voor €32,50. Voor €32,50? Ja. Dan kom je al gauw in een tv'tje. Dat is meestal altijd wel verkopen, maar ja, dat is wel best wel een groot object, denk ik. Ik heb een hele mooie Tiffany lamp, die mag je ook voor 30 hebben. Tiffany lamp? Zullen we deze gewoon proberen? Ja. Zullen we deze doen? Ja, we doen deze. Ik vind deze wel mooi. We doen deze wel. Ja, okay, nee. Laten we die lamp doen. Ja, ik vind het ook een goede call. Wil je ook naar afdingen of niet? Nou, we hebben 32,5. Maak er €30 van. Even pinnen? Ja, pinnen graag. Ja, we hebben toch wel even een lamp van misschien wel €700 op de kop getikt. Een dikke Tiffany's. Een dikke Tiffany's. Ja, we maken er nu wel grapjes over, maar toen ik thuis kwam en meer onderzoek ging doen, zag ik dat er in 1997 een Tiffany lamp voor $2,8 miljoen verkocht werd. En dat kleinere tafellampen een geschatte waarde hebben van $300,000 tot $400,000. Ik moet je eerlijk toegeven, ik vind deze lamp er nog best wel goed uitzien. Oké, dan zijn dit alle producten die we hebben gekocht en ik ben ongeveer een uurtje bezig geweest om alles op marktplaats te zetten. En dan is het nu een kwestie van wachten. En dan ineens worden er dingen verkocht. Namelijk eerst het spelletje voor €7,50. En ook de camera wordt opgehaald voor €25. En een dag later heeft iemand een Nintendo 64 voor €90 gekocht. We zijn nu 2 weken verder en dit is de huidige status van alle producten. Helaas kwam ik erachter dat de Tiffany lamp niet echt was, dus besloot ik om hem zelf te houden. In totaal heb ik dus een winst van €64,50. Eén ding ligt mij toch nog niet zo lekker. Want naar mijn mening is een kringloopwinkel bedoeld voor mensen die het minder hebben. En dat is volgens mij ook een van de redenen waarom mensen gratis spullen naar de kringloop brengen. Ik ga mijn winst doneren aan een goed doel. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vinden. Laat een like achter, reactie. Zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Adios.